Meneer Rutte, wat heeft u besproken? We hadden op zichzelf een goed gesprek. Ik heb aangegeven dat ik bereid ben, de anderen zijn dat ook, om in deze samenstelling verder te praten. We hebben ook wel benoemd naar elkaar dat er natuurlijk grote verschillen zijn. Hoe was het gesprek? Goed. Wat heeft u uitgewisseld? Ik heb aangegeven dat wij als GroenLinks bereid zijn om verdere gesprekken aan te gaan. Om te kijken of de grote inhoudelijke verschillen die er zijn te overbruggen vallen. Wat denkt u zelf? Dat weet ik niet. Maar ik vind dat wij de verantwoordelijkheid en de plicht hebben naar onze kiezers en onze beweging toe. Om te kijken of we meerderheden kunnen vinden om onze idealen te realiseren. Nog niet heel veel inhoud, maar meer kijken of dit een vruchtbare stap kan zijn. En ik denk dat we dat hebben vastgesteld. Ziet u basis om verder te praten? Nou, wacht u even rustig het verslag van de verkenner af. Maar wat mij betreft was dit een belangrijk moment. Ik heb aan de verkenner gezegd dat er alle reden is om, ondanks de verschillen die er zijn, inhoudelijke verschillen, een informateur te laten aanwijzen om een volgende ronde in te gaan. Dat is goed nieuws. Dat is het belangrijkste nieuws, denk ik, wat wij vandaag kunnen brengen.